Het is dus 13 juni geworden. Het is klaar als ik geluk heb, maar het is 13 juni 2010 geworden. Een jaar vroeger dan verwacht en bovendien bijzonder snel. Het is nog 36 keer slapen en dan is het al verkiezingen. Die verkiezingen die hebben ons eigenlijk een beetje overvallen. Wij zaten ook te onderhandelen, wij wilden nog een oplossing zoeken. Wij hebben onze nek uitgestoken vanuit de oppositie om te kijken of we dat institutioneel probleem konden oplossen. Maar ondertussen hebben anderen de stekker uitgestrokken en hebben anderen al advertentieruimte gekocht en de lijnen zaten te onderhandelen. En dus moesten wij plots onze campagne ook daarboven halen. Het bepaalde, het is al genoemd, hoofdstuk 17, het noodscenario. En zo komt het dat we dus nauwelijks 2 dagen nadat de Kamer zichzelf heeft ontbonden, hier al helemaal klaar voor zijn. Het campagneteam zit zowat dagelijks samen. We zijn bezig over affiches, we zijn bezig over campagnebeelden. En het is ook al gezegd, maar ik onderstreep het nog eens graag. Onze personeelstroep heeft zich al helemaal in de campagneorganisatie gegooid, waarvoor van harte dank.